een half uurtje varen en voer voor de naar zeggen gevaarlijke roggen bij ons, inktvis. Onderweg krijgen we nog instructies hoe we met deze dieren om moeten gaan. Het is een mengeling van spanning en nieuwsgierigheid. Het originele geluid zit erbij. Het is een hoogtepunt in onze reis. Hier zien we de zijdezachte onderzijde van de rog met de mondopening en de kieuwen. De vrouwtjes zijn groter en vriendelijker dan de mannetjes. Zo ja. Zo ja. Ja, te waar. Ja. Ja. Oké. Ja. Ja. Oké. Ja. All right, your turn. Op een gegeven moment zijn de andere boten weg en komen alle roggen onze kant op omdat daar nog voer is. Het wordt wel wat erg druk. De bovenkant van deze dieren voelt aan als grof schuurpapier. Ze houden elkaar vast, want het is prachtig, maar ook wel griezelig. Hier laat de gids ons de zijdezachte onderzijde van de rog zien en de pen waar die zijn naam aan te danken heeft, de pijlstaartrog. Voordat we het door hebben, is de drie kwartier in het water met de roggen alweer voorbij en moeten we terug aan boord stappen. Om terug te varen naar Georgetown.